Grote onrust in Maastricht door een video die op social media rondgaat. In de video verklaart een man pedofiel te zijn, terwijl hij mogelijk seksuele handelingen bij zichzelf verricht. Ik ben fucking pedo. Ik val op jonge meisjes. Het leidde tot veel verontwaardiging en zelfs bedreigingen aan zijn adres. De politie heeft de man voor zijn eigen veiligheid op een andere plek ondergebracht. Het is weer rustig vandaag in de speeltuin van Wiekerpoort in Maastricht, nadat afgelopen week een video rondging op social media van een man die zelf verklaarde pedofiel te zijn. Het leidde tot heftige reacties in de buurt. Vermaken de mof. Hakkump, hij neemt niet terug. Versteken die brag in de fik. En bla bla bla. Daarop nam Tini Meese contact op met burgemeester Hillenaar en bezocht de wijk om de gemoederen te kalmeren. Dat lukte maar beperkt. Reden voor de politie om een onderzoek te starten. Wij doen onder andere onderzoek naar de beelden. En daarbij onderzoeken wij ook of die beelden al dan niet onder dwang, mogelijk door een derde partij, op de social media geplaatst zijn. In de buurt Wiekerpoort gaan ondertussen verhalen rond dat de persoon in kwestie jarenlang via de telefoon berichten stuurde naar jonge meiden. Raadslid Meese kent die verhalen van de buurtbewoners persoonlijk. Die filmpjes zijn er. Maar dat is ook de reden wat ik zeg. De mensen die filmpjes hebben, ga daar alsjeblieft mee naar de politie. Ik roep de mensen op, ga alsjeblieft aangifte doen. Ook al is het een paar jaar geleden. Laat het weten bij de politie, zodat ze iets in de handen hebben. Anders kunnen ze niks. Mocht het zo zijn dat deze zaak al langer speelt, zal dat ook aan het licht komen. Maar dat is nog allemaal in onderzoek. Volgens Tini Meese speelt de ontvoering en de moord op de 9-jarige Gino van afgelopen jaar een grote rol in de affaire. Zowel qua angst voor seksueel misbruik van jongeren als het gebrek aan vertrouwen in de instituties die dat misbruik moeten tegengaan. Heel erg, want de naam Gino hoor je bij iedereen waar je mee spreekt. En ze zeggen, toen is het systeem ook zo lek geweest als een mandje. Ja, laten we eerlijk zijn, we moeten onze kinderen beschermen. Dat is de voornaamste. We gaan naar verslaggever Maurice de Heuze in Maastricht. Maurice, de man zit voorlopig ondergedoken. Is er zicht op wanneer hij naar huis kan? Nee, Jolien, er is eigenlijk nog geen zicht op. De politie zegt zelf van goed, voor zijn eigen veiligheid hebben we de man op een andere locatie ondergebracht. In de buurt hoor je rondgaan. Deze man die komt hier nooit meer terug. En ook raadslid Tini Meese zegt dat het eigenlijk beter is voor alle partijen dat de man niet meer terugkeert in zijn eigen huis trouwens. Het is niet van een woningbouwvereniging, het is zijn eigen eigendom. Maar goed, op basis dus van de verhalen die rondgaan, die niet bewezen zijn nog, maar die wel heel erg de stemming in de wijk bepalen. Ja, is er eigenlijk sprake van een strafbaar feit? Ja, dat filmpje dat je net eigenlijk zelf liet zien, hè, waarin de man verklaart pedofiel te zijn, dat is op zichzelf geen strafbaar feit. Het onderzoek van de politie richt zich met name op het feit natuurlijk of er eventueel een derde partij bij betrokken is. Daarbij kijken ze met name naar de tekst die er op zijn borst geschreven staat. Want, denkt de politie, in spiegelbeeld kun je dat nooit zo netjes opschrijven. Wat er in het onderzoek ook ongetwijfeld naar voren zal komen, is of er waarheid zit in de verhalen die rondgaan in de buurt, dat de man inderdaad jonge meiden benadert en betaald zou hebben om hem seksueel getinte filmpjes te sturen. Zou dat zo zijn, dan is dat natuurlijk wel degelijk strafbaar.